Wat je ziet is dat er wat trends en visies met elkaar worden gedeeld. Dus wat staat ons allemaal te wachten. Wat je daarna ziet gebeuren, dat ook de praktijkverhalen naar voren komen. Dus ook met corporatiedirecteur, bestuurders. Oké, leuk verhaal, maar hoe doen we dat nou in de praktijk? En wat we nu op dit moment doen, op het moment van de opname hier, vinden allerlei interactieve sessies plaats. En het leuke van die interactieve sessies is dat je vooral met elkaar in discussie gaat. Hoe kun je dan dingen voor elkaar krijgen? Ik vind het een heel inspirerend evenement, met name omdat het hier in deze omgeving is. Dus je ziet heel veel mooie producten en nieuwe innovaties. En dat maak je gewoon enthousiast natuurlijk. En ook dat al die verschillende partijen met elkaar samenwerken en elkaars innovaties leren kennen. We zullen het toch met elkaar moeten gaan doen. Er is niet één partij die het... Het zijn niet de aannemers, de installateurs of de corporaties. Of de bewoners, dat moet allemaal samen gebeuren. En dat zie je hier heel mooi terug. En ook wel wat er op techniek gebeurt, vind ik ook heel mooi. Wat je nu eigenlijk al een beetje ziet in het hele verhaal, het gaat vooral om samenwerking met elkaar, in keten denken. Probeer zoveel mogelijk aan de voorkant te doen en durf ook gewoon fouten te maken. Dus ga het gewoon doen en van fouten leer je alleen maar. Nou, ik hoop dat de mensen hier in elk geval van meenemen dat ze een soort eye-opener is van een aantal mogelijkheden. Dat er veel meer mogelijkheden zijn dan bedreigingen om dit soort dingen te doen.